You are now listening to Operator. A grand groove, grand groove. Woo! 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 A grand groove, grand groove. Nou, het lijkt wel een eeuwigheid geleden, man. Hè? Wat? Hoe is het mogelijk? We zijn er weer. Ja, alive and well. Hoop gedaan, hoop gebeurd. En ja, verleden week nog gedraaid op een feestje van de burgemeester. Echt waar, was het gezellig? Was gezellig. Ja, fijn hoor. Ik probeer alles hier een beetje recht te zetten, want het gaat alle kanten op je. Kan je natuurlijk niet zien op de radio, maar... Dat weet je niet. Alles zit een beetje los. Hoor je het? Maar dat komt omdat wij natuurlijk 2 maanden niet geweest zijn. Nee, daarom. Kijk, zit nou weer vast. Achterstallig onderhoud. Hey, Grand Groove, het programma van Dimonfus Records, hè? Ja, nieuwe binnenweg 86. De nieuwe binnenweg. Voor al uw geluidsdragers, maar dan ook echt al uw geluidsdragers, hè? En dat al 25 jaar. Zo, hè, Jan? Hey, zal het feestje jongen. Even doen, hè? Dat gebeurt niks, het hè? Het feestje, daar. Nee, dat gebeurt niet. Nee. De 26-jarige anniversary. Oh, ja. Op die manier. Zoiets dergelijks. Nou, wat hebben we weer? Wat heb je? Hele tassen vol heb je natuurlijk. Ja. Special selection. Ik heb in ieder geval een triple treat break van de week sowieso. Dat is hartstikke leuk. En natuurlijk nog wat funk, soul en disco van mijn kant. En ik weet niet zo goed wat jij in petto hebt. Ja, ik heb sowieso wat plaatjes. Voor de vaste schare luisteraars op de donderdagochtend. Klokken 10. Ja? Hey, ik heb wat plaatjes meegenomen. En die ga ik gewoon even draaien. Ik zie ook dat Too Many DJ's binnenkort in Annabel staat hier. Ah, dat meen je niet. Ik zie een poster hangen. Dat meen je niet. Zijn we vriendjes mee? Ja. Hartstikke leuk. Nee, maar leuk. En dat gaan we gewoon doen. Ik heb 2 leuke interviews. Ga kijken of ik ze allebei kan draaien. Eentje met Jesse van... wat was het? De New Soul? De New... wat was het nou? Ja, de New... We komen er wel achter straks. Ja, precies. Ik weet het niet meer. Ja, die heeft een verzamelaar uitgebracht. Een jongen uit Amsterdam. Je kent hem wel. Ja, maar dan weet ik dit niet meer. Het gaat allemaal terugkomen, want het interview is ook al 2 maanden geleden is dat alweer gebeurd. Ach, man. En ik heb nog een interviewtje met iemand van het Flipper Museum. Dus we gaan eens even kijken wat we allemaal kunnen doen. We gaan in ieder geval van start met Popsicles Little Rocker. Is het de aanside of de flipside?
zei hij nou eigenlijk precies? Say you will. Hè? Maar dit een soulful voor jou of niet? Nee, helemaal niet. Vond je wel lekker dit? Ja, is lekker. Ja, ik ben een veranderd mens sinds de zomer, hoor. Ja? Ja. Je houdt wat meer van soul. Ja, reken maar met al die regen en zo. Hè? Pibo Bruijsen voor je opzet in de zaak straks. Dat is misschien nog even een stapje te ver van mij. Maar... Ja, ja. Mojoba was dit? Mojoba? Van het album Step Inside My Soul. Dat zijn dan allemaal hele obscure Polydor releases geweest. Je houdt toch op, man. Ja, dat is allemaal Polydor records. En er staan allemaal namen op. Deze plaat werd natuurlijk vorige week ergens aangeschaft. Nee, dit is al uit 2015. Dit is alweer 9 jaar oud, joh. Nee, joh. Ja. En daar staan dus acts op als New World, Horace Vanguard, Debbie Taylor, Prime Cut. Nou, je hebt er nog nooit van gehoord. Maar ook bekendere namen. Creative Source, bijvoorbeeld. Ja. Enchantment, Tyrone Thomas, maar wel de minder bekende nummers. Kijk. Dus dat is een mooie verzamelaar. En jij had ook nog een leuk Engels juweeltje. Een Engels juweeltje, een pareltje zou je wel eens kunnen zeggen van Rocotto. Met de Funk Theory. Daar was een hele theorie op losgelaten over hoe de funky feeling zou moeten overkomen, laat maar zeggen. Dat kon je daar een beetje in terug horen. En wij vroegen ons ook nog even hardop af waar die LP's dan gebleven zijn van Rocotto. Nee, die kon je toch vroeger overal voor een paar gulden, een paar euro. Kwartje. Ja. De rommelmarkt. Viel je daar overheen bijna en werd het te veel. Maar die platen zijn allemaal verdwenen, lieve mensen. Ze zijn niet duur of zo. Ze zijn ook niet super. Is dat trouwens een, maar ze zijn best oké, hoor. Is dat trouwens een neefje van Risotto? Die, Rocotto. Ja, wist je niet. Dat zou kunnen. Misschien een Italiaanse tak. Ja. Ik heb iemand benaderd. Ik ging naar het Pinballmuseum in Rotterdam, in Delfshaven City. Even voor de luisteraars. De Flipperkastmuseum. Flipperkastmuseum. En met mijn zoontje naartoe. Hartstikke leuk. Lachen, gieren, brullen. Maar daar stonden ook wat flipperkasten die een beetje muziek gerelateerd waren. En ik was wel geïnteresseerd in het verhaal daarachter. Dus ik heb de eigenaar aan zijn staart getrokken en hem geïnterviewd. Ondervraagd, laat maar zeggen. Ja. En dat zal ik nu even met jullie delen. En ook een plaat daarna in de pinbaltrant. Ik ben dan trouwens benieuwd of de kistkast ook ter sprake komt. Ben ik heel nieuwsgierig. Ik heb het nog niet gehoord. Hij staat er wel, maar of hij het erover had, dat weet ik niet. Maar we gaan het allemaal beleven. Daarna een leuke Sesame Street plaat. Die pinball related is. Jij kent het wel. Right. Jij kent het. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ik sta hier naast Gerard van het Dutch Pinball Museum in Rotterdam. Hallo. Hi. Ik ben hier voor het eerst. Ik kijk echt mijn ogen uit, man. Hey. Ja, dat is mooi, hè? Ja. Voor degenen die het niet kennen, het zit in Rotterdam, in historisch Delfshaven, in een fantastisch mooi gebouw. Dus de dubbele palmboom, misschien kennen de mensen dat nog van vroeger. Was vroeger voorheen ook een museum, tot 2012. En wij zitten nu sinds 2020 op deze locatie. En het is een museum helemaal gerelateerd aan pinball. En heel veel mensen denken dan, hey, flipperkasten, dat is leuk. Dat klopt, dat is deels waar. Maar pinball heeft een hele rijke historie. Het is ooit begonnen met een plankje met spijkers. En spijkers met een balletje, dat is eigenlijk vrij vertaald pinbal, spijkerbal. En je ziet hier heel de evolutie van waar is pinbal, waar komt het nou vandaan en waar is het nou naartoe gegaan. Ooit in 1947 hebben we de flippers aan toegevoegd en toen hebben wij het flipperkast genoemd. Mag, maar eigenlijk om het volledig te zijn spelen wij al jaren spijkerbal met flippers. Nou ja, ik wil niet heel lullig zijn, maar je gooit er een kwartje in en je begint te praten. Ja, nee, ja. Je trok ook het apparaat niet terug en denk, ga maar. Het gaat over het apparaat, dus dat deed je geld in. Ja, en hier is het allemaal gratis? Ja, nou, hier is het allemaal gratis. Dus je betaalt entree en na entree te hebben betaald mag je dus gewoon binnenkomen. En dan kan je onder andere spelen op de meer dan 100 flippenkassen die wij hebben staan. We hebben ook een heel mooi geschiedenisgedeelte waar je gewoon echt kan kijken waar komt het vandaan en waar gaat het naartoe. En alles wat daarmee te maken heeft. Ook heel veel sfeer en beleving. Ja, en wat ik eigenlijk... waarom ik jou vraag... Want we hebben een radioprogramma. Het is gewoon muziek wat wij spelen. En ik zie een selectie staan met Aerosmith en Kiss. En ja. Hoe kom je eraan? Is dat via die fanclubs? Nee, het is een flipperkast. Ja, moet eigenlijk gewoon wel een onderwerp of een thema hebben. Want anders, als je op een plank met zonder artworken, zonder muziekjes, zonder geluidjes, beeld of materiaal, dat is een beetje saai. Nou, wat hebben ze nou ooit bedacht? Hoe tof is het als een flipperkast een thema heeft? En oude rockbands, dat werkt nou helemaal heel goed. Want inmiddels, de flipperkast is uit de kroeg verdwenen. En, maar het is helemaal verplaatst naar de thuismarkt.
De markt is eigenlijk gewoon de man 50 plus die nieuwe flipperkasten koopt voor thuis. Maar die dingen zijn knijten duur. 10.000 euro doet gewoon mee voor een flipperkast. En de flipperkastfabrikanten weten wie hun doelgroep is. Dat zijn mannen 50 plus. En wat kopen die nou graag? Ja, oude lullenbands. Dus je maakt een flipperkast van bijvoorbeeld van Guns N' Roses of van Kiss of van Rush. En dan dat wordt dan gekocht door die mensen. Maar als jij nou een Justin Bieber flipperkast gaat maken, ja, dat gaat geen vader kopen voor zijn kinderen of noem maar wat op. Dus rockbands werkt heel goed. Dus die muziekthema's, dat is gewoon geweldig. En het is ook nog eens zo, het is voor een flipperkastfabrikant eigenlijk een stukje, een beetje de makkelijke weg bewandelen. Want je koopt een licentie van zijn band en dan mag je het beeldmateriaal gebruiken, artwork en muziekjes. En dan heb je een fantastisch thema wat verkoopt. Ga je dan zeggen van, joh, maar ik doe een verzonnen band of een verzonnen thema maken. Dat spreekt niet aan. En dan moet je ook nog eens alles zelf maken. Dan moet je zelf muziek gaan schrijven, beeldmateriaal, artwork. En krijgen die muzikanten ook allemaal van je flipperkasten? Nou, er zijn verhalen bekend. We hebben hier een Guns N' Roses flipperkast staan. Die is mede de medeontwerper is Slash. Slash is helemaal gek van flipperen. Er is in 1995 al een keer een flipperkast gemaakt van Slash, van Guns N' Roses. En nou vond hij het zo leuk, heb hij zijn volledige medewerking gegeven om weer een nieuwe flipperkast te maken. En een ander mooi verhaal ervan was, is hij heeft carte blanche gegeven aan de fabriek. Joh, ik heb beeldmateriaal, je mag alle muziek gebruiken. Alleen ik heb één probleempje. Ik ben niet de rechthebbende van het nummer Live and Let Die. Toen heeft hij live in de fabriek heeft hij Paul McCartney gebeld. En toen heeft hij gevraagd, Paul, is it okay if you use the song Live and Let Die for this pinball machine? It's no problem. De Live and Let Die zit er ook in, want ja, de rechthebbende was Paul McCartney. Te gek, man. En met als topstuk natuurlijk, Elton John zag ik staan. Mag je één keer op spelen? Ja, het is echt de knijtdure flipperkast. Kost 18.000 euro. En hij is niet van ons. We hebben hem te leen van een verzamelaar. We hebben hem zelf uit mogen pakken hier vorige week, nieuw in doos. En die persoon heeft zoiets van, ik wil niet dat hij honderden keren per dag gespeeld wordt. Iedereen krijgt een kans om hem te spelen. En dan heb ik me even mogen proeven, even ervaren. Maar het is niet de bedoeling dat hij over 3 weken terug gaat met 10.000 spellen erop. Dus die persoon wil hem eigenlijk gewoon weer in zijn eigen mancave. En dan moet hij een beetje netjes blijven. Dus we vragen ook altijd een beetje begrip. Je mag hem een keer spelen. Maar het is net eventjes, het is lastig voor ons. Iedereen mag hem spelen. Maar het is niet de bedoeling dat je hem dan 20 keer achter elkaar speelt. En een ander ook de kans niet krijgt. Nou, tof. Nou, we hebben heel erg genoten, ik en mijn zoon. En we komen zondag weer. Dus succes, man. Dankjewel. Graag gedaan. Ja. Succes met je programma.
Gezellig man, gezelligheid. Josefino van de verzamelaar Sovjet Souvenir. De auteur is M. Zever. Het is allemaal, het lijkt wel cryptisch allemaal wat op de hoes staat, maar ook omdat het Russisch is. Een Russische verzamelaar met allemaal gekke, funky, jazzy dingen uit dat gebied daar zo, hè? Dat is wel mighty interesting. Dit heb ik nooit gezien, joh. Nee, het is... Heel moeilijk te vinden ook, volgens mij, als je... Op zoek bent. Hé, het is weer zover, dames en heren. Wat dan? Het is weer zover. Break van de week. Ja, la, 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 la. De break van de week. Ja, la, 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 la. De break van de week. Ja, la, 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 la. De break van de week. De break van de week. Ja, la, 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 la. De break van de week. Ja, la, 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 la. De break van de week. Ja, la, 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 la. De break. Nou, Mike, leg eens uit. Aflevering, zitten we nou 54, 55? Ja, nee, ik kan het niet meer over mijn lippen krijgen. Een drumbreak. Als je het wil, dan doe jij het. Een drumbreak. Mike is even aan het zoeken. Een drumbreak is dus eigenlijk een vierkwartsmaat. Wat een, de drummer mag even losgaan. En ja, in een vierkwartsmaat. En daar kunnen dus de desbetreffende producers en fanaten helemaal los op gaan. En wij draaien altijd dat kleine stukje drumbreak hier in de operatorruimte om toch een beetje de flavor te krijgen van hoe dat er dan naartoe gaat. Maar jij hebt wat, hè? Jij hebt wat dingetjes. Ja, ik heb een paar dingetjes, ja. En dit is wel weer heel apart, want het ontdekken van een break, dat gaat eigenlijk als volgt. Je pakt een plaat en je begint de naald erop te prikken. En dat klinkt dan ongeveer zo... En net zolang totdat je denkt van, hey, nou dat weet je al genoeg. Ah. Nee, dat was dat wel hem? Een hele korte. Was dat hem? Dat was hem, maar je denkt van, nou ja, oké, weet je wel, dat is wel leuk. En vaak heeft een plaat ook maar één break doorgaans, wat we ja, uit ervaring wel weten. En dan draai je de andere kant nog even, just to double check, en dan krijg je dit. Dat is nou, toch dat niet is echt een drumbreak, Mike. Nee, dit is niet echt een leuke drumbreak. Nee. Maar er zit wel een funky inslag in. Okay. En dan ga je weer verder. En dan? Hé, hey, wat? Oké. Okay. En
En zo gaat hij nog wel even door, hè? Ja, als ik dan zo luister op die conga's een beetje en denk, hoe hebben ze dat dan vroeger gedaan? Hebben die conga's gaan van links naar rechts? Zat iemand dan echt aan die knop te draaien de hele tijd? Ja, ik heb geen... automatisch. Ik heb geen... Nee, want het is gewoon één percussieset. Het zijn er geen twee. Nee, dat klopt. Maar goed, het zijn natuurlijk wel de geluidskunstenaars van de Spotniks, hè? Oké. Dus voordat iedereen nou alle LP's van de Spotniks massaal gaat inkopen, doe dat niet. Oké. Zorg ervoor dat je alleen dit album koopt. Feelings, 12 brand new songs. Oké. De rest is, wat dat betreft, wat Breaks betreft in ieder geval, minder interessant. Het zijn allemaal crafty musicians. Ze hebben nog Take Me to the Mardi Gras. Ja, die hebben ze ook nog, maar die hebben we natuurlijk al behandeld. Nee, maar niet aflevering. Dat ze die dan laten staan, hè Mike? Aflevering 32. Beetje lullig dacht zijn. Ik. En dan hebben we nog iets. Ja, je hebt nog iets, maar dat is... jij moet het even pakken, hè? Jij moet dat even pakken. Zo werkt dat. Het jij is, gaat dat. Pakken. Pakken. Oké, Keith James, een soort singer-songwriter-achtige boy op het illustere Rare Earth label. Schreeuwt toch wel even om wat psychedelica als je dat zo ziet. Boomwortels onder de zon die een beetje wegkrullen. Maar daar staat een drumbreak op. Keith James op het Rare Earth label. Hey, hallo! Oh ja. Daar zijn we. Enzovoort. Hey, maar wel heel Tom Jones-achtig, hè? Ja, nogal, ja. Zo. Looking Out My Window van Tom Jones, zijn enige drumbreak. Hartstikke leuk. Super dikke drums, ja. Man. Nou, gezellig. Ja, dit was het eigenlijk. Dat was het eigenlijk weer. Zo'n beetje even een kleine tutorial drumbreak. Een kleine bloemlezing. Ja. En wat ga jij nu doen? Je bent wat aan het doen daar. Gewoon muziek op de achtergrond, gewoon gezellig. Ninja Tune. Wat is het? Ninja Breaks? Ninja Breaks, ja. Wil je het even draaien? Nou, gewoon even een klein stukje op de achtergrond, terwijl we er wat gezellig overheen kletsen. Oké, okay, ik heb wel te melden voor de mensen. Nou, ik heb hier een verzamelaar in mijn klauwen. Dat is Black Rain, heet dat. Ziet er best wel mooi uit, met zwart en zilver. En daar staan allemaal een beetje gekke do-it-yourself opname-achtige dingen op. Van de meest uiteenlopende gekke artiesten, zoals Steve Novak, Richard Lee, Implosion, Rare Summer, Aaron Good en weet ik voor allemaal. Want het zijn allemaal een beetje van die, ja, hoe noem het, lo-fi-achtige artiesten. Oké. Okay. In de pop-rock sferen. Maar denk je dat het huiskamerproducties zijn of zo? Of hebben ze gewoon een studio? Het zit er een beetje tussenin. Dus het is allemaal heel lo-fi. Met sommigen met drumcomputertjes ook en zo. Heel leuk gedaan. Het is net uit. Compiled by Charles Balls. En ik zal het beste nummer voor jullie draaien. Ik heb hem even vanmorgen helemaal van begin tot eind geluisterd. Zo, er staan hallo. Veel goede nummers op. Maar het beste nummer vind ik wel Night Rose Band met Golden Tears. Dat vind jij ook wel mooi, Mike. Nou, we gaan het meemaken. Dat vind allemaal, jij mooi? De mensen.
inside that ball. You think you cool? You got to take life in your hand. Ten staring people standing stiff by the wall, dressed up in top fashion and just staring, that's all.
toch blijft dat een vreemd nummer ook dit. Ik breek al je botten en dan geef ik hem aan de discohond. Zeg ze dat? Daar gaat het om. I'm gonna break your bones en dan geef ik hem aan de discohond. Het is dan ook niet voor niets een Nederlands-Belgische collaboratie, zou je kunnen zeggen. Het is een Belgische formatie opgenomen in de Dureco Studios onder de bezinnende leiding van Sander Bos. Maar was het dan niet veel meer in de jaren 80 dat ze zeiden, ja, ik verbouw je bek of ik breek je botten? Of dat was toch heel heftig vroeger, dan zei je dat toch? Ja, ik breek je nek en zo. Dat zeggen ze allemaal veel minder nu dan. Ik breek al je botten. Met spijker en zo. Ik sla heel je kop in elkaar. Spijker en zo, dat soort gasten allemaal. Die had je toen, hè? Van die gangs, hè? Ja, ik was daar niet zo bij. Nee. Maar dit was wel een aardig nummer, vond ik eerlijk gezegd nog. Ja? Ja, ik vond het tof. Nou, lekker. Ik heb hier klaar liggen Little Royal. Ken jij misschien wel? Van het nummer Razorblade. Maar als ik dus het cd'tje, ik heb hier een cd'tje. Als ik dus nummer 3 draai, dan staat Razorblade. Komt geen Razorblade tevoorschijn. Maar dat is heel gek. Dit is een zogenaamde misprint. Ja, een soort raar of zo, joh. Niet te verwarren met een mispoes. Want ik wilde nog even draaien. Want misschien dat de mensen hem dan kennen of zo. Maar kijk, als ik dit indruk. Als ik nou nummer 1, ik kan het allemaal even opzetten hier. Allemaal verschillend. Ja? Ook niet. Nummer 3 zou Razorblade moeten zijn. Misschien komt hij nog. Is een soort intro erbij of zo. Misschien. Het zou kunnen. Tada. Ik weet het niet, maar laten we even checken. Unedited versie. Oh, misschien is het hem toch. Ja. Een galmpje eroverheen. Gebruikt volgens mij door Ice-T, hè? Toen. Ice-T heeft hem gebruikt, ja. Ik wou net zeggen. Er zit een soort drumbreak in. Dan hoor je volgens mij die drumstrik ook vallen. Of slaan tegen iets. Heb je ja, het gehoord? Ja. Klangel hoor ja. Je dan. Ja. Nou ja, op dit cd'tje, dus is een deluxe versie. Het is trouwens wel echt een super nummer. Dit het blijft wel een goed nummer, hè, als je het ook zo hoort. Ja. Nummer 15 is dus een unreleased track van The Vault. Het heet Climb Lemon. En die ga ik even draaien. En dan gaan we gewoon weer verder met het programma. Gaan we straks weer naar een interview toe. Natuurlijk, heel gezellig. Ja, maar dit is toch ook het programma? Dit is het programma. Jij, ja. Dit is het programma. Dus, nou, kom op. Het programma gaat gewoon weer lekker verder. Nou, kom op dan.
Thank you.
En zo kabbelt het nog even voort op de achtergrond. De Love Hangover coverversie van de Players Association. Ook weer uit die UK. Gezellig, hè? Ja, man. Gezellige muziek. Ja, ik vind van wel. Hé, maar we zijn over het eerste uur heen. Ik heb hier een lekker bakje koffie gehad van een van de mede... Hoe heet zij eigenlijk? Chris heet zij. Chris? Chris? Ja? Chris, nou, dat is echt puikwerk. Het is gezellig hier. En ik heb een bakje thee gekregen. En we worden goed verzorgd. Bij Operator Radio. Hey, hoe heet het? We gaan wel eens in de winkel, vragen we wel eens mensen om een... ongezouten mening. Ongezouten mening over het zwarte goud. En zo kwam ik dus bij Jessie terecht, want die heeft een verzamelaar uitgebracht. En we gaan gewoon even naar de winkel toe. Ja, gezelligheid. Jessie, en die heeft een leuke verzamelaar uitgebracht met allemaal een soort soulvol dingen. Maar de nieuwe soul, dus eigenlijk jonge gasten die van die ouderwetse soulmuziek houden. Om dat een beetje onder de aandacht te brengen. Deel 1 is intussen zwaar uitverkocht. Toch geloof ik €90 op Discogs. Ja, houd toch eens een keer op, man. En deel 2, die is volgens mij ook alweer op. En hij kan het een en ander over vertellen. En hoe dat dan allemaal zit. En hartstikke leuk en enthousiast. En daarna zal ik een nummer draaien van zijn verzamelaar. Die zeker de moeite waard is. Ja, ik sta hier naast Jessie. En die heeft een album uitgebracht. The New Originals. Love Teams Part 2. Yo, what's up? Jesse hier van TNO, The New Originals Amsterdam. Samen met Athens of the North hebben we een compilatiealbum gemaakt van deep soul jams, rare grooves. Allemaal rondom het thema liefde. 10 tracks, juweeltjes, heat only. En shout-out naar Demon Fuzz Records. Ja, en hoe kom jij erop om dit te doen? Het ziet er mooi uit. Er staan artiesten op als Kansas City Express, Penny Goodwin... Crystal Winds, Brief Encounter. Ga maar door. Het is het tweede deel al. Hoe ging het eerste deel? Het eerste deel was een leuk project. Was met Chicago-based label Numero Group. En eigenlijk komt het vooral voort uit onze obsessie met dit soort muziek. Het is gewoon muziek die wij dagelijks luisteren. En die wij dan heel erg vanuit die liefde die wij daarvoor voelen, graag met mensen delen. En daarom ook Love Teams. Ja, want ik zie hier staan Athens of the North natuurlijk. Maar dat zijn allemaal... Je kon dus eigenlijk zoeken uit de collectie van Athens of the North... wat ze tot nu toe uitgebracht hebben waarschijnlijk. Ja, precies. Dus Ewan Fryer van Athens of the North. Shout-out naar hem. Hij heeft zijn catalogus aan ons opengesteld. En vanuit daar konden wij gewoon cherrypicken... van wat wij echt een goede comp vonden. En geen kopzorgen voor de rest met de artiesten die je moet benaderen? Dat hebben hun al gedaan? Ja, dat hebben hun al gedaan. Dus daar zijn we Fryer heel dankbaar voor. Nice, man. En inspireert het weer voor een deel 3? Inshallah. Ik zou zeggen, als het aan mij ligt wel. Alleen, er zijn meerdere betrokkenen. Maar de kriebels blijven altijd in het lichaam zitten, zou ik zeggen. En nog een vraagje, want naar aanleiding van dit dan... is het ook zo dat je dan met een DJ-team werkt... waar je gewoon dit soort dingen mee draait op parties en zo? Nee, ik zou zeggen van niet. Het is, tot nu toe hebben we echt gefocust op het uitbrengen van het product... en vooral voor de mensen in de huiskamers. Alleen, we zijn dat wel een beetje aan het ontdekken. Oké. Okay. Nou, hoeveel hebben ze ervan geperst en waar zijn ze allemaal te krijgen? Ze zijn te krijgen in verschillende winkels in Amsterdam. Dus Platypus Records, Waxwell Records, City Records, Record Friend. Nu vergeet er een paar, maar noem maar op. En toevallig ook bij Westside Music in Bali. Oh, echt? En Dimofus Records in Rotterdam? Uiteraard, de allerbeste. En hoeveel waren er van geperst? Even kijken. Ik weet niet of ik die kan... Oh, dat wil je geheim houden? Mag hoor. Nog eventjes. Oké. Nou, dan hoor het achteraf wel. Op de Discogs pagina staat dat meestal wel, hè? Precies. Nou, thanks man. Succes ermee. Ja man, thanks. Thanks voor jullie support. En on to the next one. Hello.
but I guess. Why'd you say that? Well, I miss walking home from school again today, in case you hadn't noticed. Oh, wow, right. I'm sorry about this, but I've had things to do, and I had to leave right after school. Yeah, well, I figured that, so I took a shortcut on the park today. Do some thinking about us, about how long we've been going together, all the things we've been through, how much love we've been, and even how we talked about getting married someday. Just haven't seen it yet, much. I tried not to believe it at first, 'cause I just wasn't ready for it. Can't explain the pain until that I can. So I saw a nice looking couple without a bad sports ride, really bad. Walk hand in hand through the bar. I didn't recognize her at first when I looked a little closer. I saw my baby walking with another man.
just run over and beat him to the ground. That's crazy. Can't let myself get back down. I'll begin. Thank you.
Ja, Duke Lumumba. En op Capitol Records met het legendarische album Jungle Funk. Maar als je dus Jungle Funk hoort, dan denk je een beetje van ja, het is wel aardig, maar het wordt groter gemaakt dan dat het is. Dit was in dit nummer wint hij er geen doekjes om, laat maar zeggen. Hè? Nee, dit is Akroege. En ik had het net met Mike over, lekker die warme sound. Ik heb meer van dit soort platen met deze sound erop. Dus ik ga er denk ik binnenkort even een leuke CDR'tje uit knallen. Dus Harold Johnson is bijvoorbeeld eentje, House on Elm Street. Dat is ook zo'n knakker met deze sound. Het is echt, echt waanzinnig. Het is een leuke, gezellige, warme sound. Ja, You Knowst, hè? You Knowst. En daarvoor had ik het album Blacking Off van de Nassovians op het Suave Villas verzamelaar. Op Back Edge Records. Ook de meest obscure dingen staan daarop. Ik zou hem ook even in de gaten houden. Vooral dat label Back Edge Records. Ja. Oké. Okay. Dus dat was weer een hele mond vol. Ja. En we gaan naar het volgende themaatje toe, hè? Ja, natuurlijk. Ja, ja. Terug van weg geweest, het rubriekje heb je die nog niet? Ja, dus dan heb je een plaat en dan komen mensen wel eens vragen om de meest obscure dingen. Waar je of nooit van gehoord hebt, of die je in geen 25 jaar meer gezien hebt. Ja. Want dat is wat wij dus meemaken, hè? Ja. En de Leidensweg achter de toonbank, hè? Ja, en dan vragen wij wel eens ons af van... Denk erom. Ben je niet begonnen bij de roots? Heb je de meest simpele dingen? James Brown, Larry Graham, noem ze maar eens op, de Meters... Heb je die nog niet? Dus dan pak ik een plaat ervoorschijn en zet ik dan op en ze weten niet wat het is. En dan kijken ze me heel vertwijfeld aan en dan zeggen keihard, heb je die nog niet? Dus dat is eigenlijk het verhaal erachter. En we hebben hem een poosje niet gedraaid, omdat natuurlijk elke keer als wij een heb je die nog niet opzetten, dan wordt die weer door Mark Zuckerberg eraf geknald. Ja, het is me er ook één hoor. Wegens de rechten. Het is me er ook één. Maar waar ik dan nooit over nagedacht heb, als ik dat liedertje erin gooi hier, dan kan die misschien ook eruit geknald worden. Omdat dat zijn best kunnen, ja. Maar het is allemaal heel kort, hè? Het is allemaal kort. Achter elkaar geplakt. Ja, nou ja, ik heb er één gevonden. We kennen hem allemaal wel, nou een hoop mensen. Herbie Mann. Dus kom eens in de zaak kijken, daar ligt hij vast wel. En de Muscle Shoals Nitty Gritty album. Best een simpele plaat, maar een heel goed nummer. Hij zou op een hele obscure black jazz verzamelaar zeker niet misstaan. Niet misstaan, dus daar gaan we dan. Thank you.
We'll be right back.
Dit is toch wel even yacht rock op zijn lekkerst, hè? Helemaal uit Joegoslavië zijn die mannen naar Amerika getrokken. Hebben ze daar ook in Joegoslavië van die mooie zeilboten? Ja, dat weet ik niet of ze die hebben. Misschien hebben ze wel een heel mooi meertje daar waar je dat op kan bezigen. Maar ze hebben een vliegtuig genomen en zijn in Amerika deze opnames gaan maken. De juiste intentie. Met de juiste intentie en uitwerking eigenlijk. Ja. Nou, ik was er gek op. Nou, en nog September steeds. Heette ze. September heet de band. Ja. Op het label? RTV Ljubljana. Ah. Dus. Nou, gezellig. We gaan naar het einde toe. We hebben nog een minuutje of 10. En die gaan we gewoon een beetje afsluiten met wat het rustiger werk. Hè? Het beetje jazzy, funky, maar wel rustig. Het was aflevering 60. Ik was me er niet van bewust. Totdat ik dat hier hoorde net. Aflevering 60. Ik ben er een beetje van geschrokken. We zijn al een poosje bezig. Een paar grijze haren zijn erbij. Kleine blessures links en rechts. Maar volgens mij gaat het wel voor de rest, toch? Ja, prima. Helemaal prima, joh. Helemaal prima. Nou, we gaan naar het einde toe met Vitas Brenner. Een dubbel album. En dit komt... zeg dan nog eens. Wat Vitas Brenner? Nou, zeg jij het dan. Jij kent Spaans. Nou ja, het is helemaal prima natuurlijk. Oké, nou. Maar wil je me dan niet meer interruperen? Ik vond het heel leuk. Ik vond het een hele leuke tongval. Een leuke tongval. Ja. Nou, het komt met Venezuela. Het is een dubbel album en er staat een beetje in het eerste nummer. Dat is een beetje een azimut-achtige track. En dat heet dan hier Avila. Het is op kant D. Je zou denken dat het album ermee begint. Maar het album begint daar helemaal niet mee. Nee. Michael. Dus. En daarna zal ik gewoon draaien Fill Up Church en dan gaan we eruit. En dan zullen we misschien nog even zwaaien of even wat zeggen, maar misschien zijn we ook gewoon weg. Ja, het zou zomaar kunnen. En dan horen we jullie in aflevering 61. 61 weer, ja. Dus. En dan ga je weer je cassettebandjes meenemen, of niet? Ik heb wel wat kleine voorbereiding gedaan, maar het is... Er staan wel 5 dozen voor me klaar. Oké. 5 verhuisdozen, die worden morgen even opgehaald voor mij. En dan hoop ik er het beste van. Ik denk wat erop staat allemaal. Maar je hebt nog tijd voor je vrouw. Heb je ook nog tussendoor? Ja, we luisteren samen tegenwoordig. Oké, gezellig. Zij heeft een bepaalde ontwikkeling doorgemaakt deze zomer. En het is helemaal prima. Eigen koptelefoon. Eigenlijk, eigen koptelefoon. Gezellig. Zo gaat het. Nou, gooi nog wat van die doosjes om en neem het op. Ja. Leuke sound effect voor de volgende keer weer. Ja. En dan gaan we er tegenaan. We doen het live. Ja, kom goed. Dag. We'll be right back.
grand crew, grand, a grand crew, grand crew. Woo! 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 A grand.